Kijk eens Botlek TV, geïnteresseerden in Max, het project Maak Max Mogelijk, of in het Engels, The Making of Max. Welkom hier bij Moore, tegenover Murray's, in de Spuistraat in Spijkenisse. Het live atelier van Tineke Nusink. Inmiddels wereldberoemd in Nissewaard, maar ook ver daarbuiten. Van niet alleen vanwege Max, maar van ook heel veel andere prachtige beeldhouwwerken. Maar we beperken ons tot Max. Max, de trouwe hond die bijna 80 jaar geleden alleen achterbleef bij de slagerij. Toen vervolgens de 5 huisgenoten van de familie Levy werden weggevoerd en nooit meer zijn teruggekomen. Vermoord in Auschwitz en in Midden-Europa. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen, opdat het nooit meer gebeurt. En dat laatste is achterhaald, want het gebeurt. Het gebeurt elke keer weer, elke dag, het moment dat u hier naar ons zit te kijken. De oorlog in de Oekraïne in Rusland heeft de wereld opgeschud. En juist daarom is het heel belangrijk dat een beeld als Max, de trouwe hond die achterbleef, die niet vergast hoefde te worden, dat dat verhaal zal worden verder verteld. Het gaat verder als alleen maar de oorlog van 1940, 1945. Max is ook van nu. En we hopen dat Max ook van u gaat worden. Want er is geld nodig. Ordinair geld, klinkende munt, ritselend papier, tikkies, overmaken van geld via een transfer. We hebben nog steeds niet voldoende om Max straks in brons te gieten. Maar dat houdt ons niet tegen om verder te gaan. En ons is vooral Tineke. Want ja, die is nou 3-4 keer per week is ze bezig al vanaf januari om Max gestalte te geven. En u ziet het, de waslaag is bijna geheel gekomen op de romp. Alleen de kop, die ziet nog wat witjes. Is die geschrokken toen ik binnenkwam, Tineke, of hoort dat zo? Die kop, daar ga ik binnenkort aan beginnen. Tenminste, ik ben er al 10 keren aan bezig geweest. Elke keer schaaf ik er weer plakjes af. En dat is dan wel het voordeel van dit spul. Alleen, hij zit nog steeds los. Dat heb ik ook bewust gedaan, tot het allerlaatste moment. Want als hij dan, zeg maar, dit is de basisvorm. Als die vorm dan helemaal, zeg maar, naar mijn zin is, dan kan ik hierop gaan boetseren. Ja. Maar daar wacht ik nu nog even mee. Want als ik er nog wat af moet halen, want ik ga toch weer dit weekend of anders begin volgende week even naar echte herders kijken. Van hoe zit die plastiek exact in elkaar. En dan zet ik hem definitief vast en dan ga ik hem ook met was weer boetseren. Ja, zijn oren die heb je ook gemaakt van ducttape en van spiraaldraad. Het hangt van houtje touwtje aan elkaar. Ja, maar zo gaat dat bij beelden maken. Het is allemaal wat aan de binnenkant ziet, dat zien we niet. We zien uiteindelijk het echte resultaat. Ja, want hier ga ik ook weer op boetseren. En ik had ze eerst alleen van karton gemaakt en vastgeplakt op de rand. En die rand, dat is gewoon ordinair draad wat ook gebruikt wordt door elektriciëns. Maar toen dacht ik, ja, daar zit natuurlijk olie in die was. En die olie trekt in het karton. Dan gaat natuurlijk die ducttape loslaten. Dus heb ik ze helemaal afgeplakt met ducttape. Ja. Ja, creatief met kurk, alleen in dit geval creatief met tape. En ja, Max ziet er nog wel witjes uit, maar dat gaat dus ook binnenkort veranderen. Ja. Ja, het is wel geweldig dat wij, en vooral jij natuurlijk, maar hier bij Murray's, bij onze grote vriendin, ja. Melanie, ja. Zo lang gewoon gebruik mag maken van haar zaak. Ja, zeker. Dat is heel bijzonder. Ja. Je doet er ook wat voor terug, hè? Want je bent, heb ik gehoord, al een kilo aangekomen. Want je zit hier lekker te eten en af en toe een wijntje samen met Karel, je man. Ik leerde bier drinken. Ja, daarvoor dronk je nog geen bier. Nee, ik was geen bierliefhebber, maar sinds ik hier kom vind ik het toch wel lekker.
Nou, u ziet het, weer een slachtoffer, maar dan van Max zelf. Ja, door Max zijn we aan de drank gegaan. Maar goed, alle gekheid op een stokje. We hopen ook dat binnenkort dat er mini-Maxjes op de markt gaan komen. We hebben het al een paar keer hebben we het gezegd, maar bij Mini-Rail Rotterdam, Mini-World moet ik zeggen, is men er druk mee bezig. Er wordt een 3D-compilatie gemaakt. En als het betaalbaar is, dan gaan we er dus een bepaalde oplage van maken. Die worden toch anders als deze, want laten we daar geen verschil of laten we daar geen misverstand over bestaan. Dit is natuurlijk de allereerste prototype, heel zwaar, van Max, door Tineke gemaakt. Dat is al een kunstwerk op zich. De andere Maxjes, mini-Maxjes, zijn ongeveer de helft. En ja, dat is natuurlijk van 3D-materiaal. Maar goed, we hopen natuurlijk zo gauw mogelijk dat er centjes binnen gaan komen. Er druppelen allemaal leuke bedraagjes binnen. Variërend van 5 tot ja, soms wel 500 euro. We zullen de gulle geefsten zullen we niet vertellen dat ze Jannie Stam eet of zo. Maar het is natuurlijk fantastisch wat er gebeurt, ja, hier in Spijkenissen. Ja, we hadden Max graag ook met de Open Monumentendag hadden we een tentoon willen stellen. En dat jij bezig was. Maar ja, het gaat lekker. Jij bent al dadelijk voor 10 september ben je klaar. Nou ja, dat hoop ik. Want die kop is best een ingewikkeld vormen gebeuren. Dus het kan meezitten, het kan tegenzitten. Ja, nou ja, heeft al zoveel tegengezeten, dus we hopen dat het mee gaat zitten. Ja, voor de kleine en de grote bedragen mogen we gebruik maken van Mens Centraal, de stichting. Die fantastisch goed werk doet, met name ook voor ouderen. En daar kunnen mensen kleine en grote bedragen op storten. Het comité van aanbeveling, dat wilde ik eigenlijk ook nog eventjes meegeven als slot van deze film. Want ja, daar zitten een aantal automethoden in. Hè? Jij kent er ook een paar. Zullen we er een paar alvast bekend gaan maken? In ieder geval, wie loopt er met zo'n grote ketting rond hier zo? Dat is de voorzitter van het comité van aanbeveling. Dat is Fort van Oosten, de burgemeester van Nissewaard. Ja, ja, die hebben we kunnen strikken. En hij zei direct, heel spontaan, ja, heel graag. Max, wat hoort er nou bij Max, Tineke? Daar hoort toch iets? Ja, de omroep Max, hè? Jan Slachter. Ja, nou, als dat zou kunnen, Jan Slachter voor Max. En dat gaat gebeuren. Jan Slachter is ook lid van het comité van aanbeveling. En over televisie gesproken. Een oud corifee van de televisie, van de VARA. Maar die ziet er niet zo oud uit. En een vriendin van jou, wie is dat? Ja. Paula Patricio. Omroepster en actrice. Ja, ze heeft heel veel liedjes geschreven. Ja, Paula, als je kijkt, want dat doe jij. Jij volgt ons helemaal vanuit Portugal. Ik ben je opkomen zoeken daar zo. Het was hartstikke gezellig. We hebben heerlijk wat op een terrasje hebben gedronken. Dank ook voor jouw gift. En mijn reis naar jou toe, dat was niet uit het budget van Max, hoor. Dat was gewoon uit de klaverjaspot met mijn maten toen ik daar naartoe ben geweest. Nou, zal ik er dan nog één meegeven en de volgende voor een volgende keer? De man is altijd op televisie. Vanmorgen nog bij WNL. Gisteren zat hij ook weer in een praatprogramma. Hij praat meer dan ik. Dat is bijna niet mogelijk, maar hij doet het wel. En we hebben een relatie met elkaar als politieman. Allebei oud-politiemensen. Ik gepensioneerd en hij inmiddels bij de bond. Jan Struis. Jan, als jij kijkt, jouw aanbeveling is zo ontzettend belangrijk. Daarmee laten we zien met elkaar dat we een integere, goede organisatie zijn. Met dank aan alle mensen van het comité van aanbeveling. En binnenkort op de site, alle poppetjes, alle koppetjes. En we maken het dan weer bekend. Tien, lang genoeg gehouden woord. Je moet gaan verder gaan, joh. Hey, ja. Aan de slag. Tot ziens. Ik ga even een paar meter maken. Je gaat een paar meter maken. Oké. Okay.